Het is op dit moment 4:00 s'nachts. Ik ga vliegen. Ik vind het best wel heel erg spannend. En ik ga Bella weer zien na het vliegen. Dus eerst maar even vliegen. Zo, ik heb het nog een beetje, ik moet wakker worden gezegd. Het is nu 4:30. 4:50. We moeten nog een kwartier en dan zijn we bij Schiphol. Ik ben zo zenuwachtig. Ik zit maar te wachten totdat ik die paal zie van Schiphol. Ga ik daar een foto van maken, vind ik leuk. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat komen. Nou jongens, hier is de paal waar ik op zat te wachten. Nou, we zijn op Schiphol. Ik heb mijn koffer, mijn moeder ook. En ja, laten we gaan. Zo, we zijn door de douane heen gekomen. We moesten onze schoenen uitdoen, onze jassen, onze vestjes, echt alles. Nou, bijna alles. Nee, we zijn er doorheen. Ik ga maar eten. Ik heb nog niet ontbeten, want het is op dit moment 5:30 's ochtends. Hallo, ik zit nog steeds in het vliegtuig. Een hele lieve stewardess ontmoet. Die heeft ook een vriendin met een paard. Oh, ik ben los. Oh, dat moet ik niet doen. Ik mag aan het einde mag ik de stewardess helpen en mag ik ook een jurkje aan. Dus ik ben benieuwd. Nee. Ik wil vliegen. En we hebben 20 minuten vertraging. Mijn vader vraagt, ik bedoel, hoe lang ben je al aan het vliegen naar Zurich? Toen zei ik, 0 minuten. Nou, we zijn opgestegen. Ik zie hier de wolken en niks anders. Ja. Beetje weinig uitzicht. Ferry, wolkie. Het internet doet het ook niet, dus ja. Daar zit ik dan. Zo, we zitten in de leenauto en we zijn onderweg naar Bella! Yay! We zijn in Zwijsen, zeg ik het zo goed? Nee. Oh, hoe moet je het dan zeggen? Loefingen. Maar hoe heet het land? In het Zwitserland. Zwitserland, maar dan in het... Zwijs. Je had het toch goed! Sorry. Ik dacht ze Zwijsen. Hallo, fijn dat we mogen komen. Oh, en kijk, daar is Sanja. Daar is moeder. Kijk. Ja, nou, wij gaan even uitstappen. Het regent, maar ik ga naar Bella toe. Met nou, kom maar. Kleine pommie, maar wel een hele lieve de kleine pommie, met hele kleine oortjes en alles is klein. Dus ik ben vandaag Tessa de pommiepletter. Elke pommie lijkt nu groter dan Bella. Nou, ze zijn er klaar voor hoor. Ze gaan op buitenrit geloof ik, samen met een begeleidster. Dus dat is wel heel fijn. We gaan op buitenrit. Dat denk ik, toch? Ja. Lekker hoor. Jammer dat het regent, maar het is maar water. Jeeha, gaan jullie vol in galop? Ik vind het goed. Nou, het ging eigenlijk best goed.
Ik heb weer op Bella gezeten na een hele lange tijd. En jij zat op Belly. Ja. Die ging op een gegeven moment Bella inhalen. Op een gegeven moment ging ze ook een wedstrijdje doen. We zeiden, ik kom voor. Iedereen ging Duits tegen elkaar praten. Toen dacht ik, wat zeggen ze allemaal? Galop was iets van Giloep of zo. Galopieren, dat was hem. Oh, dat was het. En dat kon ik wel verstaan. En ik kon een bordje lezen. Er stond van, pas op kinderen, spelen hier buiten of zo. Dat kon ik ook. Wat gaan we vandaag doen, Sjoe? Rijden en spelletjes spelen. En jij gaat er toch ook op? Ja. Jij rijdt ook nog in een andere soort binnenbak. Ja. En dan mag je allemaal spullen pakken en dan gaan we dan een soort parcours opbouwen. En dan gaan we rijden. En dat gaan jullie twee dan rijden en dan ga ik helpen. Het is leeg, dat is de eerste keer dat ik het leeg zie. Reacties dat Bel mager is geworden, maar ze is niet mager. Haar bespiering is alleen een beetje weg en door de reizen en allemaal van dat soort stress is ook een klein beetje afgevallen. Ze is dus niet mager, alleen een beetje haar bespiering kwijt. Galoppeer jij ook al? Ja, toch? Ja. Galoppeer jij ook al veel? Oké. Kan je dan een klein stukje galop doen? Of gewoon een stukje galop? Oké, de andere camera is bij Tess. En we waren op zoek naar een luxe manege. Die zou hier op te berg zijn. We zijn nu in het Duitse gedeelte. Neemt niet weg dat dit er best luxe uitziet, dames en heren. Dus ja, ik zei al, dit is goedkoper. Check dan, jongens. Eén van die huizen, dat is genoeg. Ik heb mijn bestemming gevonden. Ik moet alleen even de staatsloterij voor een goede sponsor hebben. En dan ga ik verhuizen. Dan ga ik emigreren naar Duitsland te zitten. En dan... Dit is het. Check dan. Mooie buitenbak. Hier kunnen ze drinken. Van het paddock. Kijk, hier hebben ze ook uitloopstallen. Met dit hekjes. Oh. En een buitenbaan. En kijk dan daar. Ze hebben zo'n crossbak. Dus dan hebben de paarden nog een box met een uitloopstukje. We hebben hier een dressuurring. We mogen nu wel van een ring spreken. En we hebben daar dan de springtuin. We kunnen ook wel van een springtuin spreken. En alle witte hekjes zijn ook wit. Dus er zijn hier mensen die dus continu bezig zijn om de witte hekjes wit te houden. Want anders zouden ze wel vies zijn met dit weer. En hierboven kan je nog slapen om op de paarden te letten. Daar is een restaurant terras iets. Springtuin die is niet zo groot als bij ons op Middelhof. Dus er valt nog iets te verbeteren. Ja, ja, zelfs hier. Het kan nog. En daarachter allemaal stallen. En ik ga even naar het witte gebouw, want het lijkt namelijk daar een dressuurring. Dit is een binnenbaan. Oh, hier kan je naar binnen. Maar er is iemand aan het rijden en ik wil niet zomaar filmen. Dus dat vind ik dan weer niet zo netjes. Even kijken of ze in de andere hoek is, ja. Maar dit is gewoon de binnenspringbaan. Tada! Bloementuin waar je doorheen kan. Kijk, hier hebben we de paddocks. Helemaal keurig houtsnippertjes en afgelegen met een... grasje eromheen. Ik weet niet waar we beland zijn, maar dit hoort er dus ook nog allemaal bij. Oké, nou dit was fantastisch. Hier wil ik wonen. Ik ga emigreren. Maar voor nu heb ik daar geen geld voor, dus ga ik nu toch maar weer gewoon terug. Ja, Bel, wat vind je ervan om weer voor de camera te staan? Vind je wel leuk, hè? Ja.
Wendy. Daar heeft Sjoe gisteren op gereden als Odin. En daar reed gisteren ook iemand op. Ik weet niet meer. Ik weet niet wie dat is. In het wild kom je hier dus gewoon hertjes tegen. Hoe gaaf is dat? Zo. Ja, hij staat aan. We zijn in Zwitserland, in Interlaken. Zijn we bij een vakantiehuisje van Sjoe. Ja. En we hebben al hele schattige fotootjes gezien van Sjoe en Midas. Die waren echt nog ukkiepukkies. En wat wij op dit moment zien is iets heel moois. Very veel bergen. Ik zat in het vliegtuig. Het eerste wat ik zei toen ik bergen dacht, hey bergen! Want ik ben gewoon op het platteland gewend. Jij toch ook? Ja, bij ons is alles plat. Alles plat. En hier is alles heel veel kleurtjes en ook heel veel roze. Weg naar het centrum om daar boodschapjes te doen. We moeten nog even kijken of we vanavond uit eten gaan of zelf eten koken. Mochten dus van de ouders mochten wij in het vakantiehuis een paar dagjes. We zijn er een paar dagjes extra vakantie. We zijn nu vanuit Zürich naar Interlaken gereden met de auto. We hadden de auto gehuurd. En ja, nu gaan we de buurt verkennen. Regen! Volgens mij komt er zo'n paard voorbij. Dat is toeval. Zo hadden we het niet gepland. Nee, niet. Kijk naar de camera. Kijk naar de camera. Ja, maar er komt een paard voorbij. Dus dat is interessant, paard. Je ziet hem ook okay. Voor. Nou ja, paard. Oh, we zouden even stilstaan. Maar waar zijn we? We zijn in Zwijsen. In Interlaken? Ja. Nee, Oké, jongens, jullie mogen raden. Het is blauw en water. Wat is het? Is het een meer? Is het een zee? Of is het een vliegtuig? Oké. Zet een vraagstukken. Tadaa. Ik zeg het is een zee. Dat komt omdat zee in het Duits is meer. En meer is in het Duits zee. Dus we gaan even verder door Interlaken kijken. Het is niet erg paard gerelateerd. Dus we stoppen de camera gewoon maar weer in de tas. Ik zal nog een klein stukje van het water laten zien. Want dat is wel gaaf. Google Maps wil er ook wat van zeggen. En we gaan. Nou, we zitten in de auto. Want vandaag is het laatste dagje van onze auto. En de laatste dag van de vakantie. En de laatste hele dag van de vakantie. Want morgen vliegen we terug. En we gaan nu naar een ruitersportwinkel in Bern. Kijk eens, jongens, we hebben het gevonden. Staat oven. Geen oven. Geen idee wat dat betekent. Open. Oh, open. En ja, staat op een deken, staat er open. Sorry? Het is de Flex... Felix Bühler. Felix Bühler. Oh, daar gaan we maar eens naar binnen. Nou, dan loop je de hoek om en hebben we hier dus gewoon een bak en een paar shitjes. We staan hier te grazen. Daarachter staan ook nog paarden. Ja, het is wel gaaf. Zelfs paarden in de stad Bern hebben gewoon meer uitloopmogelijkheden dan bij ons. Nu jezelf. Nu komt het helft jaar erbij. Hè? Oké, nou. Aan dan maar. Ons Jules jaar. Jules, hoe oud ben je geworden? 11. Ze is nu net zo oud als ik. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. Kom, Sjoe, de gloria. In de gloria. Hiep de piep, hoera. Hiep de piep, hoera. Hiep de piep, hoera. Nou, moet je eens uitblazen, Sjoe. Bijna. En een wens doen. Wat is je wens? Nee, dat mag je niet vertellen. Niet vertellen. We hebben een hele tas voor je. Ja, nou kijk. Je had er eentje gebroken. En je had er zelf eentje nodig. Maar je hebt er zelf eentje gekocht. Dus hier heb je er twee. Oh nee, de prijskaartjes mogen er nooit aan. Oh jee. Geen prijskaartjes. Deze zijn voor jou, alsjeblieft. Oké, dankjewel. Dan omdat je glitterspray niet deed, heb je hier glitterspray. Dankjewel. Omdat je geen sperrie meer hebt, heb je hier een sperrie. Kaartje eraf.
Vier is Perry. Dank je. Heb je dezelfde laars als ik? Dank je wel. Voordat de nieuwe veetrainer, je moet ze schoonmaken. De hulptest even moeten doen. Poepsie! Omdat de andere al wat ouder is, heb je hier een nieuwe bukashalster. Dankjewel. Alsjeblieft. Hierbij hoort nog een dekje. Alleen die ben ik vergeten. Dus alsjeblieft. Dankjewel. Deze mag je zelf uitpakken. Dat is dan het cadeau. Je zit de prijskaart er toch ook niet aan? Nee, dit is er ook niet. Oh, jawel. Nee, ik heb het afgeknipt. Oh, oké, okay, nou als je... Ik kan het ook niet meer uit als het niet past, heb ik weg. Dankjewel. Oké. Okay. En dan heb jij een mensentaart. Dan heb ik een paardentaart voor je. Ik moet hem alleen nog even openmaken. Hier is een prachtige paardentaart. Nee, dat ruikt gewoon lekker. Kan je nog een keer uitblazen? Blaas de kaartjes maar uit. Blaas de kaartjes maar uit. Belletje en Sjoe zijn er weer. En ik heb hier een stuk van de Lick It taart. Vroeger gaf ik er altijd Lick It muffins. En die moest je dan delen met Verona. Daar was ze niet helemaal mee eens. Dus nu heeft ze een enorm stuk. En die is voor haar alleen. Is ook een hele taart. Alleen, ik denk dat we die in stukjes moeten geven, want anders heb je een beetje buikpijn, hè? Nou, taart u smakelijk. Bel staat daar achter in de wei, bij haar kuddetje. En we hebben afscheid van haar genomen. Zien we waarschijnlijk in het voorjaar wel weer. En Bel, we houden van je. Succes daar. Je staat hier echt heel goed. Ik zie jou in het voorjaar wel weer.